Hier zit ik bij Koos Neuvel, Tussen de oren heet jouw boek, met de ondertiteling Hoe het lichaam de geest krijgt. En is dit nou een psychologieboek of een filosofieboek? De verhouding tussen lichaam en geest is een klassiek filosofisch probleem, wat onder andere door een beroemd filosoof als René Descartes grondig is uitgewerkt. Maar ik werk het niet op een filosofische manier uit. Ik werk het aan de hand van een aantal concrete onderwerpen uit, zoals bijna doodervaringen, fantoomarmen, placebo-effect, het chronisch vermoeidheidssyndroom. Aan de hand daarvan probeer ik mijn inzichten naar voren te brengen. Ja, nou, dat zijn leuke onderwerpen. Maar ja, er zijn al een heleboel boeken die gaan over lichaam en geest, hè? Er zijn in ieder geval heel veel boeken die gaan over het brein en over de werking van de menselijke geest. Maar ik probeer het onderwerp van een volkomen ander perspectief te belichten. Ja. Bijna al die boeken die gaan ervan uit dat het brein alles bepaalt. Ik daarentegen probeer in mijn boek te beargumenteren dat het lichaam de geest bepaalt. Oh, nou wordt het echt interessant. Want dat is niet gebruikelijk. Dat is heel erg ongebruikelijk. Over het algemeen gaat men ervan uit dat het lichaam eigenlijk weinig in de melk te brokkelen heeft. Noem eens een voorbeeld. Men gaat er bijvoorbeeld van uit dat positief denken een heel erg belangrijke betekenis heeft voor het in stand houden van de gezondheid. In mijn boek probeer ik daarentegen een pleidooi te voeren voor het nut van negatief denken. Ja. Als men bijvoorbeeld zich een beetje niet lekker voelt, hè? Moet je dan naar je geest luisteren of naar je lichaam? Dan zou ik vooral naar mijn lichaam luisteren. Ja? Want negatief denken is een gevoel dat opgewekt wordt vanuit je lichaam. Er worden signalen gestuurd naar je brein. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je koorts hebt. Dan ga je vanzelf lamlendig, apathisch en somber voelen. Ja. En het is heel goed om daaraan toe te geven. Dus als je koorts hebt en je wil naar bed, lekker naar je lichaam luisteren? Ja, dan je geest lekker apathisch laten, want in de tussentijd krijgt het lichaam alle gelegenheid om de strijd aan te binden met de virussen die je lichaam zijn binnengedrongen. Juist, ja. En hebben jouw inzichten ook gevolgen voor de dagelijkse praktijk? Waar het bijvoorbeeld belangrijk voor kan zijn, is een soort herwaardering voor het nut van lichaamsbeweging in het onderwijs. Ja. Dat geldt bijvoorbeeld voor een belangrijke rol van het gymnastiekonderwijs. Dat is niet alleen gunstig voor het gezond en slank houden van kinderen, maar als kinderen veel aan gymnastiek doen, wordt daar ook slimmer door. En ik zou ook een pleidooi willen voeren voor meer lichamelijke activiteit binnen cognitieve vakken. Dus dat kinderen rekenen leren op een fysieke wijze. Dat vind ik erg belangrijk en ik zou graag willen dat mensen dat inzicht tussen de oren krijgen. Ja, want dat is jouw titel van je boek, Tussen de oren. Nog heel even, voor wie is het boek bedoeld? Het boek is bedoeld voor de geïnteresseerde burger die graag vanuit een heel ander perspectief wil lezen hoe de menselijke geest werkt. Oké, nou Koos klinkt hartstikke interessant. We wensen jou hartstikke veel succes met jouw boek Tussen de oren, hoe het lichaam de geest krijgt. Uitgegeven door uitgeverij Schrift en Mischiedam. Succes!